Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 19 oktober. Vandaag is nog een rustige dag, met wolkenvelden en zon en vanochtend lokaal nog wat mistig. Maar de zon die breekt wel degelijk door en het wordt zo'n 13 tot 14 graden in de ochtend, bij matige zuidenwind. Vanmiddag stijgt het kwik verder en wordt het ronduit zacht. In het noorden wordt het een graad of 18 of 19, in Limburg kan het plaatselijk 22 graden worden. Wel neemt vanuit het westen geleidelijk aan de bewolking toe. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig en draait vannacht naar een meer zuidelijke richting. Vanavond wordt de bewolking dikker vanuit het westen en mogelijk valt er op de kust al een spatje regen. Vannacht neemt die kans op neerslag verder toe. En morgen is het ronduit wisselvallig weer met zo'n 14 tot 15 graden en een stevige wind. Aan zee waait de wind zelfs hard, en dat is windkracht 7. Er vallen dus een aantal buien en dat geldt ook voor de zaterdag en de zondag. De zaterdag is het 16 tot 17 graden. Zondag is het ronduit fris met 11 tot 12 graden. En op beide dagen blijft het flink waaien. De meeste wind zien we aan zee, zaterdag mogelijk zelfs stormachtig. Ook begin volgende week nog wisselvallig, maar dan wel geleidelijk aan minder wind.